Kijk, vanuit mijn experience en uh, kennis en ervaring weet ik dat, uh, dat als je twintig nummers wil maken, dat er uh, best wel veel tijd in zit. Zeg maar. Ja, maar ik werk snel. Ja? Ja. Nice. Schrijf je dan veel of ben je ook zeg maar, op flow, freestyle of een mix van? Ik doe. Ik, ja, ik ben iemand, ik werk heel weinig vanuit mijn hoofd en heel veel vanuit Gevoel. wat ik voel. Ja. En dat komt snel, zeg maar. Ik hoef niet op zit te wachten of zo. Ik wacht niet op een geniale bar. Ik, ik ja. werk zo, zo zit niet in gaat, elkaar. Je gaat ook niet zitten om een geniale bar te lopen, verzinnen of zo. Nee, nee. Dus nee. uiteindelijk flow je dus meer. Dus je bent meer gewoon. Eindelijk gaat het mij om de, 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 de feeling en de emotie die erin zit. Ja. Dat je gewoon naar een vrouw aan het luisteren bent, wat, wat, wat iets met je iets teweeg brengt, zeg maar dan dat ik een bar heb waarvan je gaat, oh shit man bro. Yeah. Ja, het ja, is gewoon een, die diff bar, hoor. Is een different lane gewoon. Je wil yeah, gewoon is. meer het gevoel en meer het feit dat iemand... Ja, ja iemand uh, in ja, yeah. ja, enlighten, iemand dat die, oh, ja. dat, die ook, oh dat heb ik ook, ja, dat voel ik experience. ook. En een bar is echt mm -hmm. van, oh ja, ja, dat voel ik ook. Ja. Bar is gewoon een, ik, weet toch? Het is, ja, dat is meer voor... Het is ja. ook een experience, maar het is een different experience. ja yeah met minder body. Ja, het heeft een body van een kleine. Oh whoa, shit, maar het heeft niet body van. Oh, shit. Gevoel. Zou je. je niet oh, hier per se raken. Het ding is ja. wat, wat ik dan denk is dat je met, uh, met gevoel kun je veel meer relaten. Dus je kan jezelf meer vergelijken en uh, ja, ja. erin voelen. Ja. En met bars, ja, dat vind je gewoon doop punt, ja. zeg maar. Ja, ik denk dat iedereen wel uh, zich in uit mijn handen kan herkennen. Ja. Bepaalde songs, zeg maar. Zeker, ja. zeker. Want Ik het zijn gewoon voor, veel voorkomende dingen gewoon. Ja. Kan je die song eens uitleggen dan, in jouw woorden? Want het is eigenlijk... Zij, zij wil je niet meer en jij ja. hebt daar respect voor, of zo. Ja, kijk... Maar het glijdt uit je handen. Ja. Het is een, een concept ding toch? Mm -hmm. Dus voor mij staat de vrouw in elk nummer ook voor iets anders. Of je kunt dat ook interpreteren als... Life, ja. Zeg maar. Dat is het voor mij. En uit mijn handen betekent voor mij gewoon het moment in een relatie dat je voelt van oké, okay, het is gewoon weg aan het glippen, zeg maar. Maar ook in live. Je dacht van oké, okay, um, dit gaat allemaal cool en zo. En opeens komt er een moment dat je, de of dat je denkt dat dit gebeurt gewoon. En dat in één keer alles weg glipt en dat je denkt, van, ah kut. Ja. Yeah. Fuck. Is heel herkenbaar. Zit je in één keer ja. in, een, in, een, in een duistere hol of zo? Ja. Maar die zijn nodig. Ja. En, en dat is het ook een beetje. Kijk, uit mijn handen is een beetje het, uh, het rondkijken in het in duistere hol van, uh, van, van die plek, zeg maar. Maar ook tegelijkertijd beseffen: oké, okay, dit is nodig. Snap ja. je? Dit is nodig. Cool. Ergens in, ergens in die plaat heb ik daar vrede mee, snap je? Ja en daar ook uiteindelijk weer van genezen. En bijvoorbeeld blessings is een moment dat je ziet van fuck man, ik zit hier wel, maar je weet toch, ik ben wel, ik ben stiekem gewoon, ik zag al die dingen niet. Nu zie ik pas, ik, ik heb gewoon shit die waar ik gewoon blij mee kan zijn. Ja, je leert ze zien omdat je iets anders bent verloren, leer ja. andere dingen weer waarderen. Ja, ja, man. ja. ja dat Kleine is. dingen.